wereldkampioenschap van de Hengstvullers heeft gewonnen in nummer 5, Hotsen van Tekelen Staten. Een heel mooi veulen, mooie rastiepje, heel goed gebouwd en een goede stap. En vooral een hele mooie dracht met heel veel front. Het kampioenschap van de merrieveulers heeft gewonnen nummer 66. Een heel goed gebouwd veulen met een mooi ras typisch. En met name in de draf excellent. Heel lichtvoetig, heel mooi zwevenwend, heel elastisch, zoals wij in draf willen zien. Twente en Twente nummer 132. Kampioen is geworden de Twente. Meest constant paard, compleet. Goed in bewegingen, bouw en rastype. Ento bood goed weerstand. Mooi rastypisch en jeugdig met veel ruimte in bewegingen. Nummer 136, Jonge Norbert, is kampioen geworden vanwege zijn prachtig mooie bouw, rastype en silhouet en zijn uitstekende gedragen manier van bewegen. Van de 4 jaar en oudere merries werd niet echt een strijd, er was maar één gegadigde voor, dat was de kroonsportmerrie nummer 201. Maar een zeer waardig kampioen, zeer rastypisch, mooi behouden voor een 10-jarige merrie met zeer veel ruimte en souplesse in de bewegingen. Dames en heren, we hebben net de Fokdag van de Taatbehoorn afgesloten met een mooi kampioenschap waarin 3 zeer kwaliteitsvolle paarden waren. De kwaliteit op deze Fokdag zat met name bij de 3-jarigen. Daar is ook de kampioen uit voortgekomen. Dat is een Norbert Geweert die ontzettend goed in zijn model staat, veel ras toonde en heel veel beweging, met name in techniek en in balans. Reservekampioen was een kroonmerrie, een Jerke Kisape, een merrie die ook met veel techniek draafde. 2 waarde kampioen. De kwaliteit bij de 3-jarigen was goed. 18 sterren op de 51 paarden, dat is zeer goed. De oudere paarden waren wat teleurstellend wat kwaliteit betreft. Dat resulteerde ook maar in 1 kampioen. Dat was een beetje jammer voor deze dag. Dat zich ook mede kenmerkte met prachtig mooi weer, waar de windje weer enige verkoeling verzorgde, zowel voor de mens als voor het paard.